your boy Excellent. We zijn bij Punch-Out Battles Next Gen. Die freestyle back to the basic shit. En we zijn beland in de halve finale. En die shit is lit. Crowd is active zoals je kan horen, man. Zoals altijd. Jury, what's up? Jason. Kimo, shout-out naar mijn strijders. Freestyle shits, let's go, man. Dit bij mij is S.O. Aiki. Zware jongens. Yes, sir. Alle winnaars van de vorige ronde zitten in deze emmer. We gaan er eentje uithalen. En kijken wie de eerste halffinale battle gaan doen. Dat zijn Insano, get to the stage, man. En Insano gaat tegen Henk. De eerste halffinale, dames en heren. Insano tegen Henkie. Alright, wie gaat beginnen, Moes? Kom maar. Hij zei kop, het is munt. Insano mag zeggen wie gaat beginnen, man. Hij begint. Oké dan. We krijgen de eerste ronde op Henkie. Pas nadat jullie hem een beetje energie en love geven, man. Let's fucking get it. DJ, let's go. Jullie kennen de regels, dus let's go. Henkie, let's go. Eerste ronde. Okay. Yeah. Ja, die rijwoorden nu iets te makkelijk, maar dit wordt vandaag niet vriendschappelijk. Ja, Insano, ben je gewoon een Lego? Ik ga je afbouwen, net als Lego. Moest het even zeggen, ik ga je niks verleggen. Ik ga je pakken en ik weet, ik ga je omleggen. Het is geen grapje, vandaag doen we serieus. Je bent niet heel erg knap, nee, je bent een kneus. Je bent een grapje, daarom dat ik grappen maak. Ik ben te laat en daarom dat weet ik dat ik s'nachts waak. Als je in de buurt bent, want je bent niet goed. Je bent Insano, daarom gewoon die hoed. Ze hoeven jouw plat hoop niet te zien. Vandaag geef ik zinnen die je eerder had verdiend. Wil je hier gaan komen, wil ik jou liever niet zien. Daarom moeten wij jou weg gaan sturen, vriend. Ik hoef je echt niet te kennen, gozer, ik laat je rennen. Ik ga je niet verwennen door die zinnen niet te slengen. Nee, ik ga ze rappen en ik heb gewoon die flow. Doe het zo en die zinnen die zijn door die microfoon. Gewoon hard, man, ik kan je gewoon pakken. Het is apart, man. Ik hoef niet denken, nee, ik ben net als Babak, man. Ik kan het eten en ik eet jij ook. Jij bent hier, maar ik heb hier een delivery flow. Het is ziek en ik kan. Ja. Eerste ronde Insano, ja. Let's go. Ja. Ja. Yeah. Delivery flow, homie, jij wordt uitgekotst. Jouw delivery is kankergaard, dat is thuisbezorgd. Weet je wat, het wordt vandaag een mappie. Jij lijkt op een soort afgetrainde versie van Kraantje Papi. Maar ik weet dat ik kom duidelijk dood. Je komt niet bij Noah's Ark, jij valt buiten de boot. Maar ze weten, ik kom je zo verpletteren. Er staat hier mortals, maar je vocht met Insano is onsterfelijk. En dat is jammer omdat je dom floot. Jij ging van haar een lompschool naar een sportschool. Lekker trainen, maar ik weet het en ik, je wordt echt vreed geript. Hoe vaak heb jij trouwens een leg day geskipt? Jammer, nu wil je fokken met Insano, maar dat kan niet. Insano op de mic komt altijd tactisch en praktisch. Je weet zelf ook, ik kom deze debiel klaren. Noah's Ark, maar ik kom je vandaag kiel halen. Ze weten wat het is, ik kom je echt hier verkrachten. Want ik ben nummer 1 en hij is nummer 86. Jammer, kan je fucken met een echte Amsterdammer. Maar ik kom je hier gewoon simpelweg vertrappen. Zo makkelijk, Henk. Ik had vroeger een docent en die heette ook Henk. En die noemden wij een spermatank. Maar nu wil die komen de battle rap. En word je hier verpletterd, noem me maar net als Excellent. Ik zeg het echt, ik ben echt bevekt. En dit soort dingen worden sowieso gefilmd door een steadycam. Maar jij bent gehandicapt. Je kan het echt niet zeggen. En zijn hem op de mic tijd om je op je plek te zetten. Easy. Henkie, turn up, boy. Come on. Turn up. Ging je rennen? Was je nu al bang? Ik kan niet winnen en dat weten we al lang. Dan gaan we grappen maken die te makkelijk zijn. Ik ben een gewone rapper en ik doe maar een refrein. Ik kan je maybe niet hebben, dat ga ik zeggen. Ik durf het wel te zeggen, want ik ga je niet wegrennen. Nee, ik ben gewoon een man en ik weet dat ik een beetje rappen kan. Dikke brood, die zijn hier in de buurt, daarom dat ik het weet. Ik ben het helemaal kwijt, ik zeg je eerlijk gezegd, ik heb een klein beetje spijt. Maar ik ga nu niet zo rappen omdat ik het niet kan overwinnen. Ik wil wel winnen, maar ik laat me ook niet zo verslinden. Ik zeg het eerlijk, accepteer het als een man. Je bent een fucking
flikker en ik weet dat ik het kan. En ik moet er boze worden, daarom dat ik hier ook ziek ben. Uniek ben, en ik weet met een piekpen kan ik het zo schrijven. Jij bent ingewikkeld, dus ik kan je niet beschrijven. Ik ben hier een tata, dus ja, ik hoor bij de rijken. En jij bent hier de blakke, dus ik moet je maar gelijken. Op de vloer, ja, gelijk trekken. Ik heb echt geen gun, ik zou hem gelijk trekken. En ik zou gewoon op je schieten, hier bij je publiek. Ik ben niet lekker, maar jij bent ziek, ziek. Van binnen, je bent gewoon verrot. Ik weet niet wie jou kent, maar waarom heb je hem gespot? Ja. Oké. Tweede ronde is Zeno. Oké, simpel. Ja. Let's go. Mijn wakken op mijn huidskleur, wat een prestatie. Ben zwart gekleed voor je crematie. Hier word je afgebrand. Je weet zelf, stuur je zo terug. Weet je het wel, Insano komt met een masterplan. Want dat is makkelijk, belachelijk, je stottert te veel. Ze weten zelf en daarom bos ik te veel. Motherfucker, het is simpel en ik kom je vandaag klaar en je bent straalbesopen. Het is zo makkelijk voor jou, je kan niet eens simpel op de maat flowen. Laat staan een track tapen, nu mag je wegwezen. Je weet zelf ook, volgens mij loop jij echt de space wegrennen. Ik train tenminste mijn leg day, hè. En dat is best vervelend voor hetgene wat het is. Wanneer ik freestyle kom ik niet met die geschreven shit. Dus jij kan wel lekker thuis je lijst gaan voorbereiden. Maar dan kom je tegen Insane, snij je polsen net als borderliners. En dat is jammer als je fokt met dit. Want Insane op de mic, ze weten zelf wie het tofste spit. Henk, het is afgelopen, stop je in de bodypack. Ja, jij bent niks meer dan een fucking copycat. Je kan niet fokken als je vindt, is het onterecht. Wanneer je fokt met Insane, yo, ik drop je echt. Want ze weten het en je naam wordt weggegooid naar deze fucking battle. Want jij bent werkelijk mijn prooi, jammer voor jou. Daarom bracht ik het lauw. Een freestyle, daarna hier, daarna pak ik je vrouw, weet ik veel. Mijn naam is jullie deze week. Jury, wat is Gucci? Ja, ja. Jury was good, man. Ja, ik zou eigenlijk bijna willen zeggen OT, maar dat is dan alleen om nog een ronde van Insane te horen. Want hij is duidelijk on point. Doet me echt denken aan die tijden van vroeger, die man is geleveld. Ik denk dat Henk ook weet dat Insane deze, wat mij betreft, heeft gewonnen. Het is ook vervelend voor jou natuurlijk dat je twee keer achter elkaar moest, maar goed, dat kan gebeuren. Maar ik vind hem duidelijk voor Insane, man. Wat Kimo zei. Kimo en Tim zeiden. Ja, wat Kimo en Tim zeiden voor Insane, man. Duidelijk. Drie keer Insane gaat door, laat je ook horen voor Henkie, man. Mensen thuis, check sowieso porsatbattles.nl. Klik rechtsboven voor meer info. Rechts beneden om te abonneren en ik check je de volgende keer, man. Bang, bang.